Goedemorgen gemeente. Dit is de ochtenddienst van zondag 3 mei hier van de wijkgemeente Grote Kerk, hier in de Bethelkerk. Allereerst willen wij onze dankbaarheid uitspreken jegens de wijkgemeente Bethelkerk dat wij dit kerkgebouw kunnen gebruiken en alle vrijwilligers die hier voor ons werkzaam zijn om deze opname mogelijk te maken. 3 mei, aan de vooravond van de viering van 4 en 5 mei. 75 jaar bevrijding. Onze voorganger vanochtend is proponent Overbeke uit Gouda. Ook voor u hartelijk welkom. Voor de mededeling verwijs ik u naar de zondagsbrief. In het bijzonder wil ik u wijzen op de mogelijkheid om digitaal uw collecteopbrengsten over te maken. En u weet dat de kerk ook in deze tijden geld nodig heeft. Als intoslied zingen wij op toonhoogte 344 voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Toonhoogte 344 zingen wij als ons intoslied. Daarna worden wij een moment stil voor God en voor elkaar en willen wij een zegen bidden voor elkaar en voor onszelf. Ik wens u een goede dienst. Ja, laten wij dan een moment ook stil zijn voor onze Here. Ja, ook deze morgen belijden wij vanuit huiskamer tot huiskamer, van hart tot hart, maar tot u. Dat onze verwachting is van de Here. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. En daarom mogen wij ook nu weten van genade en vrede van God de Vader, door zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 19... Nieuw berijmd, Psalm 19, nieuw berijmd, vers 3. Voordat wij een stukje van Gods leefregels gaan lezen. Psalm 19, vers 3.
zingen zo dadelijk verder uit dezezelfde psalm, het 5e en het 6e vers, 5 en 6 uit dezezelfde psalm. Na enkele woorden die ik wil lezen uit Filippenzen, uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, en ik doe dat uit hoofdstuk 2. Dat gedeelte begint met een lofzang op Christus, over vrijheid gesproken. Christus die zichzelf heeft gegeven voor onze vrijheid. En wat betekent dat dan? Nou, ik lees vanaf vers 5 tot en met vers 18. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Zo gaan we naar hemelvaart. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dan een aansporing tot een heilig leven, je zou kunnen zeggen leefregels. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht, waardoor u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen, zegt Paulus. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Tot zover. Laten we verder zingen. Thank you.
Zullen wij samen de Heer om een zegen vragen voor deze dienst? En grote God in de hemel, we danken u dat we hier bij elkaar zijn, verbonden met elkaar ook thuis. Inderdaad, van huis tot huis, van hart tot hart, betrokken op elkaar, maar nu in dit moment ook vooral betrokken op u. En dat gaat niet vanzelf, daar hebben wij u voor nodig. En daarom beginnen we ook altijd met dat stil moment voor ons persoonlijk gebed om ons te richten op u. En mogen we ook van uw trouw horen en de genadeboodschap. Mogen we ook horen van genade en bevrijding in de wetslezing, ook wat dat voor ons betekent. En dan gaan we bidden. En zo doen we dat iedere keer eigenlijk. En dat is niet zomaar gekomen. We hebben het nodig om op u betrokken te raken en dat wij uw zegen daarom vragen. En zo vragen wij uw nabijheid door uw Heilige Geest. Want zo gaat het. Door uw Heilige Geest wilt u dan bij ons zijn om ons hart open te maken. Ruimte te maken in ons hart. In wat ons ten diepste beroert, wat ons bezighoudt, in gedachten die misschien wel alle kanten opschieten. En zeker ook in de thuisgezinnen, heren, het is anders dan we gewend zijn. Misschien zijn er wel kinderen die het lastig vinden om stil te zitten in hun eigen woonkamer en dan heen en weer willen lopen. Dat kan ook zomaar, heren. Maar hoe het ook eraan toe gaat, heren, in die huisgezinnen, aan de eettafels of in de zithoek, wilt u ook daar nabij zijn, heren. En dat geeft u ook ouders de creativiteit om daar op een goede manier ook een weg in te vinden. En dat het tot zegen mag zijn, dit moment. Geef ons dat ook hier. Zoals wij hier met elkaar in een klein groepje de dienst mogen meemaken. Wij vragen om uw Heilige Geest. Wilt u ons zingen, zegenen, ons luisteren, het lezen, het overdenken waar we mee bezig zijn. Wilt u wegnemen wat niet goed is, heren, als wij net die psalm zo hebben gezongen, dan klonk ook het woord verdwalen. Ja, verdwalen. Dat we een verkeerde bril op hebben, verkeerde gedachten hebben en dat we niet op de goede weg zijn naar u toe, maar zomaar weer afdwalen, weglopen. We vragen u om vergeving, heren, alles wat ons zo kan bezighouden. En we danken u voor de vrijheid die u dan daarvoor in ruil wil geven. Wees u zo met ons. Uit genade vragen wij u dat. In Jezus' naam. Amen. Voor de kinderen is er een kindermoment bedacht. En dat is dan nu ook aangebroken. En nou, dan gaan we nadien nog een kinderlied zingen. En dat wijst zich vanzelf. Dus laten we zo samen eens luisteren. Ja, goedemorgen allemaal. Normaal zeg ik, kinderen kom maar naar voren. Jullie mogen niet blijven zitten. Of thuis, kom even iets dichter bij de tv. Ja, zoals jullie zien ben ik er vandaag. En vanaf nu zal, als het lukt, elke week een van de leiding van de kinderdienst aanwezig zijn om speciaal voor jullie thuis een kindermoment te vertellen en met jullie wat te delen. Ja, misschien is het fijn om voor de gemeente om te weten wat wij als leiding afgelopen week hebben gedaan. Elke zaterdag sturen we in een speciale WhatsApp-groep, waar als goed is alle ouders in zitten, de les die wij normaal zouden geven op de zondagsschool. Zodat ouders de gelegenheid hebben om thuis, tijdens de kerkdienst of op een ander moment met de kinderen een overdenking te doen. Ja, ik vond het best wel moeilijk om een kindermoment te verzinnen, want wat geef je kinderen in deze tijd mee? Natuurlijk wil je dat ze hoopvol zijn, maar het is reëel dat kinderen angst hebben. Dus dan moet ik denken aan het eerste halfjaar van dit schooljaar. Toen had ik groep 3. Ik doe de PABO, dus ik sta voor de klas. En daar moest ik mezelf heel erg aanleren om bijvoorbeeld als we dan een woord gingen spellen, bijvoorbeeld vis, dan moest je zeggen v, is, in plaats van v, i, s, want dan schrijf je het verkeerd op. En bijvoorbeeld met knutselen, als ik de aandacht wilde, zei ik, jongens, handen omhoog, binnen 3 tellen. En dan stonden ze allemaal met 2 handen omhoog. Toen ging ik in februari naar groep 6. En ik ging een knutselles geven. Dus ik had mezelf al die dingen geautomatiseerd. Dus we moesten gaan opruimen. En ik zei zonder na te denken, oké, groep 6, handen omhoog.
En als je 10 bent, dan denk je, ja juf, dat is allemaal heel leuk, maar dat ga ik dus echt niet doen. Dus ze gingen allemaal soort van heel ongemakkelijk. Zo. En ik dacht, oh ja, oh, dit is natuurlijk groep 6. Dus, oh ja, nee. Maar goed, ik had het gezegd, dus ik bleef volhouden. En toen ik hieraan dacht, dacht ik, wat nu als we dat ook met ons geloof mogen doen? Hè? Dus dat we onszelf zo bekend maken en zo verdiepen in de stof uit de Bijbel en in de andere dingen. En dat we, net zoals op de studie, in dialoog gaan met docenten, met medestudenten, met andere mensen. Dat we zo soort van geautomatiseerd, of dat het zo in ons leeft, dat we vanuit het vertrouwen van God gaan leven. Dus dat je na een tijdje niet meer hoeft na te denken over de dingen die je doet. Maar dat je merkt van, hey, in plaats van die angst, kies ik ervoor om in Gods vertrouwen te gaan staan. En vanuit daar automatisch te leven. Nou ja, ik wil niet zeggen automatisch, maar vanuit dat moment vol in het vertrouwen van God te leven. En dat maakt niet uit hoe groot je bent, hoeveel klein je bent, hoe jong of hoe oud. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat te doen. Zeker voor de kinderen. En nu gaan we het kinderlied zingen. En Naomi gaat het met ons zingen. En ze gaat eerst het lied zingen wat in de zondagsbrief staat. En daarna gaat ze zelfs nog een extra liedje zingen. Dus dat is een mooi luisterlied. Vertel het aan.
Dank jullie wel. Dank je wel, Naomi. Dat was heel erg mooi gezongen ook. Die melodie van het tweede liedje is nog niet zo heel gemakkelijk trouwens, hè, om te zingen. Maar dat deed je heel mooi. En wij gaan zo dadelijk lezen. En ik moest bij het tweede liedje ook denken, eerste liedje trouwens ook, over het verhaal wat we zo dadelijk gaan lezen, over Petrus. Petrus was iemand die dat ook wel zo kon uitroepen. Hè? Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op deze aarde. En dan, nou, dat is Petrus. Zo kennen we Petrus. Alleen, Petrus heeft ook een andere kant. Een hele zwakke kant. En dat die hele grote jongen maar zo'n klein hartje heeft. En ik heb deze preek eerder gehouden. En dat heeft te maken met het volgende. Pantoffelheld. Kennen jullie dat woord? Pantoffelheld. Held op sloffen. Ik had een drukke week achter de rug en ik moest boodschappen doen. En in de winkel ontdekte ik dat ik op mijn sloffen liep. Ik keek even rond en nog mensen die mij zien hier. Nou, het was vrij rustig op dat moment van de dag. Dankzij die anderhalve meter, daar was ik blij mee. Maar ik heb ook wel eens een grote mond. Ik vind ook van alles en ik kan ook grote dingen over de Heer vertellen. Maar in mijn levenswandel van hoe het gaat in het leven valt het ook nog wel eens een keer tegen. En dat je eigenlijk denkt van, nou, hoe volgzaam ben ik eigenlijk in mijn leven, de Heere? En dan kan ik iets leren van Petrus. En daarom gaan we met elkaar Petrus lezen. En dat doen we uit het Johannesevangelie. En dan moet ik even maak ik de zondagbrief nog even terug? Ik liep een beetje heen en weer, excuus. En dan krijg je dat. Dan heb je overal spullen liggen. Dat gaat thuis ook zo. Wij gaan lezen uit Johannes 18... En dan nadien uit Johannes 21. Uit Johannes 18 lezen we nu vanaf vers 15 tot 27. Johannes 18 van 15 tot 27. En daar staat boven de verloochening door Petrus. Nou, moet je maar luisteren van wat er gebeurt. Dat is heel spannend. En Simon Petrus volgde Jezus evenals een andere discipel. Dat is nog voor de kruisiging. Dat de Heer Jezus, die wordt dan naar de hoge priester gebracht. Die discipel nu was een bekende van de hoge priester en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Het dienstmeisje dan, de portierster, receptionist zou je nu kunnen zeggen, die zei tegen Petrus, bent u ook niet een van de discipelen van deze mens? En hij, dus Petrus, zei, dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was. Ze stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. Ondertussen, dan zijn we binnen in het paleis, de hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht, zijn onderwijs. Jezus antwoordde hem, ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen. Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, de Heer Jezus, toen gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht. En hij zei, antwoordt u zo de hoge priester? En Jezus antwoordde hem, als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? Annas nu had hem gebonden, met de handen gebonden, naar Caiaphas, de hoge priester, gezonden. En Simon Petrus stond zich ondertussen daarbuiten te warmen. Ze zeiden dan tegen hem, bent ook u niet een van zijn discipelen? Dus de tweede keer dat hij die vraag krijgt. En hij ontkende het. En hij zei, dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem, bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei, heb ik u niet met hem in de hof gezien? En Petrus dan ontkende opnieuw. En meteen kraaide de haan. De haan die kraait na drie keer verloochening. Dan gaan wij verder naar hoofdstuk 21. Het laatste hoofdstuk van Johannes. En wij lezen daar enkele versen. Als na de opstanding de Heer Jezus verschijnt aan de discipelen. De discipelen zijn verward.
Nou, daar zitten ze dan samen en Jezus is bij hen gekomen. En wat staat er dan? Toen zij dan, de discipelen, de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, verdrietig, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten we ter harte nemen, zo luisterend en naast ons leven leggen. Zullen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 116, nieuw berijmd, Psalm 116, het eerste vers. Stellen dat Petrus zo'n psalm, zo'n in dat eerste vers wat wij nu zo zingen, later nog zal hebben gezongen, hè? Of aan gedacht hebben. Als hij dan naar de Heere roept: toen ik riep met toegenegen oren, hij zal mij blijven horen. En levenslang ben ik niet eenzaam meer. Want Petrus was ook eenzaam geweest. Op het moment dat hij had verloochend, was hij weggelopen. En dan ben je eenzaam. Als je voelt dat je er helemaal naast zit. Goed, wij gaan nadenken over het gedeelte van Johannes 21, vers 15 tot 17. Dus die dringende vraag die wordt gesteld: heb je mij lief? Dus, geliefde gemeente van Christus, daar gaan we het over hebben. Ik zie een klein beetje die pantoffelheld voor me en ik probeer daarbij aan te sluiten. En ik zou u en jullie ook allemaal willen uitnodigen: probeer misschien die stapjes maar mee te zetten. We zijn allemaal maar pantoffelhelden met onze sloffen aan, in de huiskamers misschien letterlijk nu. Probeer dat beeld maar even voor je te houden. Wie zijn we eigenlijk? En probeer zo mee te wandelen met Petrus. En dan is het een heel spannend verhaal. En die haan die kraait, dat roept iets op in die drie keer. Dat is een heel beeldend gebeuren wat hier wordt gebruikt. Daarmee gaan we aan de slag. In een verwarrende tijd, want dat was het ook. Voor Petrus en de andere discipelen was het erg verwarrend. We hebben het gedeelte niet gelezen van Johannes 20 en 21, maar je ziet op een gegeven moment, de discipelen zijn bij elkaar en ze weten het eigenlijk niet heel goed meer. En dan zegt Petrus op een gegeven moment: kom, we gaan vissen. Er moet brood op de plank komen, denk ik. Want ze zitten als het ware in quarantaine in een bovenkamer. Of in een ander huis, ze zitten in ieder geval bij elkaar. En ze zijn ook wat bang vanwege wat op hun afkomt. Niet een virus, maar ja, hun redder, hun heiland is weg. En wat zullen de mensen wel denken? Dus ze zitten daar zo bij elkaar en er is verwarring. En dan komt de Heer Jezus en ze herkennen hem ook nog niet gelijk. Het zal wat zijn, hè? Nou, dat is een spannende tijd.
Dus ik hoop te laten zien dat in die verwarrende tijd van opstanding, dat er dan op aankomt. Maar dat de Heer Jezus ook tegemoet komt en dat hij de belangrijkste vraag stelt die je eigenlijk maar kan hebben. Dat is de belangrijkste vraag misschien die in de Bijbel staat. Heb je mij lief? En hoe dat dan met Petrus gaat, nou, dat mag misschien ook wel troostend zijn hoe de Heer Jezus met Petrus omgaat. Op het einde van de preek zal ik het proberen in 4 leerpunten samen te vatten, dat we die kunnen meenemen en onthouden. Dat is altijd het makkelijkste, denk ik. Maar goed, wat gebeurt er dan nu in Johannes 21, die verwarring? Ja, de Heer is opgestaan, ze herkennen hem niet, ze trekken zich terug, ze zijn aan het wachten. Hoe gaat het nou verder? En dan Petrus, ja, zoals we hem kennen, hè? De rest die zit misschien nog een beetje naar hun schoenzolen te kijken en of hun nagels goed geknipt zijn. Nou, overdrijf ik het misschien een beetje, dat moet ik niet doen, maar ze zijn in de war. Ze zijn in de war. En Petrus is de voorganger. Hij gaat erop uit. Hij trekt ze mee. Want er moet iets gebeuren. En ik denk trouwens ook in deze tijd dat ondernemers onder ons, of als er werk gedaan moet worden, ook wel begrijpen, laten we aan de slag gaan. Laten we een weg zoeken om toch ook te zorgen dat er ook weer brood op de plank komt. Misschien mag je dat niet helemaal vergelijken. Maar goed, dan gaan ze aan het werk. Het gedeelte wat we dus niet gelezen hebben, daar wordt dan uitgelegd dat ze heel hard werken. Ze zijn de hele nacht bezig. Maar ze vangen niks. Heel bijzonder verhaal om daar nog een keer apart op in te gaan. Maar ze zijn dus moe op een gegeven moment. En de Heere zorgt voor een wonderbaarlijke visvangst. Ze hebben een hele grote opbrengst. Wat fijn ook wel, dat de Heere zo zorgt voor wat de discipelen nodig hebben in die verwarring. Ik hoop dat we dat in coronatijd ook meemaken. Dat we dat zien, dat de Heere zorgt. Dat we voor elkaar zorgen, diaconaal ook. Mooi dat we dat als kerk hebben. Dat we voor elkaar zorgen. Daarin mogen we ook de hand van de Heere zien. Maar ze zijn ook moe. En daar zitten ze dan. En de Heer Jezus die heeft een lunch klaargemaakt. Dus het is vroeg in de middag, denk ik dan. De hele nacht doorgewerkt. Nou, ik denk dat ik behoorlijk moe zou zijn. En de Heer zorgt. Maar ze zijn moe. En dan ben je moe. En dan gaat de Heer iets doen. Ze zitten daar, als het ware, in de kring. Petrus zit erbij. Probeer je maar in zijn schoenen even te verplaatsen. En dan gaat de Heer Jezus je aankijken. Moet je die verloochening, die moet je nog even onthouden, hè? Het laatste contact, als het ware, wat hij met de Heer Jezus heeft gehad, is dat hij erop betrapt is dat hij de Heer 3 keer heeft verloochend. Hij heeft de rug toegekeerd en hij is weggelopen. Dus het laatste contact met de Heer Jezus was de Heer Jezus die gebonden naar de hoge priester was gebracht. En hij heeft hem zien kruisigen. Heeft hij het gezien? Hij is in ieder geval weggelopen. En dan nu kijkt de Heer Jezus hem aan. Ik zou rode kaken hebben van schaamte. Ik zou niet weten waar ik het heb. Want de poosje daarvoor heb ik nog gezegd. U bent de Christus. De Heer is machtig, dat lied van net. De Heer is machtig. Oh, hoe zou je je voelen? Zo actueel trouwens. Dat iets van een paar duizend jaar geleden. Je kan dat... Als je geconfronteerd wordt met dingen in het leven die niet goed gaan, ten opzichte van de Heer Jezus, dat je je kan schamen, dat je echt rot kan voelen. Als je naar je naaste toe, hè, je een naaste hebt verloochend, daarmee heb je eigenlijk ook de Heer verloochend. En daar kan je je rot over voelen. Maar zo'n gevoel, daar mogen we bij aansluiten. Ja, en dan gaat de Heer daarmee aan de slag. Petrus is zo beschaamd. Dat moet zo zijn, ook in die verwarring. Het eigenlijk ook niet goed meer te weten van hoe gaat het nou verder, hè? Misschien heeft hij op een gegeven moment wel gedacht. Als de Heer maar niet opstaat, ik ga wel weer vissen dan. Dan gaan we weer verder met het gewone leven. En ik hoop dat alle mensen om mij heen het allemaal maar vergeten. Want ja, hoe het dan verder moet, weet ik anders ook niet. Die bittere tranen, die zitten hem nog dwars bij onze pantoffelheld. En wat zal Jezus dan doen? Hij zit hem aan te kijken. Wat zal Jezus dan doen? En Jezus opent zijn mond. En dan gaat hij een vraag stellen. En die begint met de naam. Hè? We spreken elkaar ook aan met een naam. Dus dan zou je zeggen, Petrus, ik heb een vraag voor je. Nou, 2 dingen die daar gebeuren.
Hij zegt niet Petrus. Petrus was die nieuwe naam. Die nieuwe naam Petrus, de rots. De rots waarop ik kan bouwen. Nee, hij gebruikt die oude naam. U zou zeggen de geboortenaam. Simon, zoon van Jona. Afkorting voor Johannes. De oude naam. Het is alsof Jezus, dat doet pijn hè, dat Jezus zo tegen hem zegt van, nou, ik weet niet of jij een rots bent waarop ik kan bouwen. Jij kan me 3 keer verloochenen. En weglopen. Je kent me niet meer. Ik weet niet of ik jou nog Petrus moet noemen. Dat doet echt zeer. Ja. Dat je merkt dat je geloof uiteindelijk, je grote woorden, dat je er, je kan het niet uit jezelf. Daar komt hij eigenlijk achter. Nee, het is mij niet gelukt. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, Simon, zoon van Jona. Dat is het eerste wat me daar opviel. Het tweede wat me opviel, is dat de Heer Jezus had het ook zo kunnen doen. Hij had kunnen zeggen, dus Petrus zegt hij niet. Hij zegt, Simon, zoon van Jona, had hij kunnen zeggen, ik ga jou niet meer Petrus noemen. Maar ik heb een beter voorstel. Pak jij rustig je tasje, zoals het wel eens bij een naar ontslag gaat. Pak rustig je tasje en daar is de deur. Ga maar, het is voorbij. Ik kan echt niks met je. Het is wel belangrijk als de evangelie de wereld ingaat, dat ik mannen moet hebben die er tegen kunnen. Die als er even wat tegenwind is, zoals daar in die voorhof bij het gerechtshof, het kerkelijk tribunaal, het paleis van de hoge priester. Als er dan even tegenwind is, dat je je niet schaamt voor het evangelie. Mooie bijbeltekst, schaam je niet voor het evangelie. Dus Petrus, pak je tasje en daar is de deur. Tot ziens. Nee, het is geen veroordeling. Petrus wordt hier niet veroordeeld. Jezus staat hier niet als een rechter, maar nog steeds als de meester met zijn leerlingen. We hebben net van een juf gehoord hoe het gaat in een klas. Maar het zou toch niet fair zijn, het zou toch niet kloppen, als in groep 3, als een kind iets verkeerd doet, ze zegt, nou pak je rugzakje maar en ga maar, ik zie je niet meer terug. Nee, opleren noemen we dat, meenemen en opleren. En ook Petrus moet opgeleerd worden. En hoe gaat dat? Via vallen en opstaan. Maar dat opstaan zelf, dat is Petrus niet gelukt. Het lukte hem niet om op te staan. Hij had een handje help nodig. En daar is de Heer, de meester, de leerkracht voor zijn leerlingen. En dan neemt hij hem dus mee, niet in een veroordeling, maar in een vraag. Heel mooi, hè? Want dan laat hij Petrus nadenken. Daar zit in die vragen zit van alles en daar kun je nog een aparte preek over houden. Dat gaat nu te ver, gaan we niet doen. Anders wordt het op de bank ook heel lastig thuis, denk ik. Maar bijvoorbeeld, heb je mij lief meer dan deze? Het meer dan deze, wat is dat eigenlijk? Wat gebeurt daar? Ik denk dat we het nu even mogen overslaan. Kan helemaal geen kwaad. Maar goed, hoe had Petrus nou moeten reageren? Dus hij krijgt die vraag, heb je mij lief? Meer dan deze, heb je mij lief? Zou die de vraag moeten ontwijken? Wat zou die hebben gedaan? O Heere, bedankt voor die vissen die we net hebben gevangen. Ik heb zo hard gewerkt, maar het lukte allemaal niet. Ik ben blij dat u het hebt gedaan. Nou kunnen we weer verder als discipelen. Hoe het dan verder moet, weten we nog niet. Maar we hebben weer, ja, voor ons groepje, hè. Voor ons groepje hebben we weer geld in de portemonnee. We kunnen weer leven, we kunnen onze huur betalen. Ik weet het niet. Had hij moeten verontschuldigen van, o Heer, u stelt mij die vraag, maar ik moet eigenlijk eerst iets bekennen. Dit en dat is fout gegaan, ik zat er helemaal naast, mag ik dat eerst bij u neerleggen? Nee, dat doet hij ook niet. Hij reageert eigenlijk zoals we hem kennen. Vroeger was er zo'n moment dat de Heer Jezus vroeg, en wie zeggen jullie dat ik ben? Er zijn allemaal geruchten over de Heer Jezus, wie is dat eigenlijk? Is dat een Elia? Is dat Johannes die teruggekomen is? Of... Heren, u weet dat ik van u houd, zoals vroeger. U bent de Christus. Nou, zo kennen we Petrus. Dus het is nog wel echt Petrus waar we mee te maken hebben. Hè? Dat karakter, dat zit erin. Heren, u weet dat ik van u houd. Een liefdesverklaring. Let even op die woorden. Heren, u weet dat ik van u houd. Dat u weet, dat zegt zo ontzaggelijk veel. Hij heeft al ontdekt een aantal keren in het leven, en ik hoop wij ook, dat de Heere ons kent. Zoals wij hier thuis en hier in de kerk zo met elkaar zitten, zoveel verschillende mensen, verschillende leeftijden, verschillende karakters, verschillende levenservaringen, dingen die ons overkomen zijn, maar ook zonden die we gedaan hebben.
Ik denk dat we wel ontdekken, de Heere weet ervan. Niet als die politieagent die op een vervelende manier meekijkt, maar als die leraar. En Petrus weet het. Hij zegt het ook. U weet dat ik van u houd. En daarmee zegt hij eigenlijk ook wel, Heere, u weet ook wel wat ik gedaan heb. 3 keer verloochend. Maar daar diep daaronder zit iets onbeschrijfelijks. U weet dat ik van u houd. Doet me ook aan Psalm 139 denken. Leuk leesoefeningetje voor straks. Psalm 139. En dan die verlossende reactie van de Heere. Hoed mijn schapen. Lammeren komen erin aan de orde. Gaat zo even verder, kom ik nog even op. Je zou kunnen denken dat Petrus misschien een zucht heeft van, oh, gelukkig deze reactie. Hè? Niet, daar is de deur. Maar gelukkig deze reactie. Hoed mijn schapen, het is goed. Hè? Het is goed gekomen. Zand erover. Klaar. Maar dat is niet het geval. De Heere is een goede leermeester. Hoe gaat dat spreekwoord nou weer? Zachte heelmeesters, stinkende wonden. Ik moet daar even aan denken, want als de Heer Jezus het zo had goed gemaakt, is klaar, over. Dan had hij bij Petrus, zoals Petrus, hij kent Petrus, u weet alles. Dan had hij bij Petrus misschien niet bereikt wat hij had moeten bereiken. Bij Petrus, blijkbaar, moet de schroef ietsje meer aangedraaid worden. En hoe doet de Heer Jezus dat nou? Door nog 2 keer, dus in totaal 3 keer, die vraag te stellen. 3 keer diezelfde vraag. Heb je mij lief? En ook 3 keer niet die naam Petrus erin. Alsof hij 3 keer laat merken, wat is nou de waarde, de diepste waarde van die liefde bij jou, Simon, zoon van Jona. De niet gestelde vraag is, kun jij straks de Petrus zijn, de rots waarop ik bouw. En wat is daarvoor het belangrijkste? Wat is de belangrijkste bouwsteen in je carrière, Petrus? En dat zeg ik ook tegen ons allemaal. Wat is het belangrijkste wat dan speelt? Nou, de liefde tot Christus. Dat diepe verlangen wat daar diep onderin naar boven mag komen, maar gehinderd wordt door een verloochening, door een verkeerd moment, maar die diepe waarde van liefde tot Christus, daar moet het om gaan. En dat is denk ik ook waar het Jezus ook werkelijk om te doen was. Om daar naartoe te bewegen, dat hij laat zien van Petrus, ik ken jou. Ik weet jouw scheve schaats, waar het niet lukte. Ik weet dat je een pantoffelheld bent met grote woorden. Maar als het van jouzelf moet afhangen, dan ga ik de uitbreiding van het evangelie in de wereld niet op jou kunnen bouwen. Je zult dingen moeten loslaten. Je zult een stukje van jezelf moeten loslaten. En naar die bron gaan, die bron van liefde waar het werkelijk om gaat. En dan kan je de rots zijn. Er zit een kleine voortgang in die vragen die de Heer Jezus stelt. En dan vooral die antwoorden van de Heer Jezus. Ik werk dat niet helemaal uit, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Dat als je eerst tegen een beginnende herder zegt van die schapen in de stal, daar mag jij voor zorgen. En die lammetjes misschien een flesje geven, dat is prima. Maar die schaapjes worden groter. En die zijn niet tevreden met die stal alleen, want daarbuiten is mooi groen gras. Maar in die tijd van Israël, we kennen die verhalen ook wel, daar zijn ook gevaren daarbuiten. Binnen de muren van de stal is het veilig. Kan je de deur dicht doen. Komen er geen vossen, geen wolven. In onze tijd hebben we wolven, hè, die de schapen aanvallen. Nee, die zijn daar niet. Dat is veilig. Maar straks is er een moment dat je naar buiten moet, in een onveilige wereld. Met schapen. Grotere schapen. Een heerlijke prooi voor die wolven. Maar daar moet je straks naartoe. En je ziet in de antwoorden van de Heer Jezus dat het daar naartoe groeit. Dat je straks uit kan gaan met die schapen. Maar wel in een wereld die niet gemakkelijk is. Dus daar groeit de Heer Jezus naartoe. Dus het komt ook wel goed. Maar het doet wel pijn. Het is een herinnering die Petrus misschien wel vaker zal hebben van, ik moet niet op mezelf bouwen. Maar ik moet te raden gaan bij die liefdebron tot de Heere. En daarmee beginnen en daarmee eindigen. En dat moet eigenlijk al mijn werk doorademen. Dan mag hij wel zijn karakter houden. Hij hoeft geen suffe man te worden. Hij is een beetje opvliegend en pittig. Nou, dat zullen we ook zien in Handelingen. We gaan straks naar Pinksteren toe. Dat is mooi en dat blijft ook wel.
Maar die liefde, die staat centraal. Goed. Ik wilde proberen dat in 4 lessen bij elkaar te brengen. En, nou, ik noem ze even op. De eerste is, Jezus kent Petrus, Jezus kent ook ons. Ieder van ons persoonlijk. We hebben het nu gedaan met het verhaal van Petrus. Maar er was ook Thomas. Thomas, de ongelovige, zo kennen we hem. Op een hele andere manier werd hij door de Heer Jezus benaderd. Blijkbaar was, zoals we dat in de wetenschap hebben, wetenschappers zeggen, meten is weten. Evidence, bewijs, ik moet het zien, ik moet het kunnen vaststellen en dat moet volgens bepaalde regels gaan. Nou, hoe is dat bij Thomas? Ik wil die wonder wel eens zien. Maar Thomas vraagt dat niet, maar de Heer Jezus kent Thomas. Hij is de schepper van Thomas. En hij zegt tegen Thomas, kom maar kijken. Nou, Thomas, Petrus, u, jij, ik. Wij zijn allemaal verschillende mensen en de Heer Jezus weet wat wij nodig hebben om met hem in gesprek te raken. En die verschillen mogen er dus ook zijn. En wat mogen we dankbaar zijn dat de Heer ons dus ook persoonlijk benadert. Daarmee ook gezegd, kunnen wij dus niet aan een ander vertellen hoe de Heer Jezus dat voor een ander doet. Daar moeten we ook voorzichtig in zijn. De Heer Jezus heeft wegen die soms zo anders zijn. Ja, het willen en het werken, dat werkt hij in ons. Hebben we dat net niet gelezen in Filippenzen 2. Dus die eerste les is, hou dat vast. Wij zijn verschillend en de Heer werkt met ons met wat wij nodig hebben. Het tweede, dat komt voort uit het feit dat de Heer Jezus Petrus niet de deur wees. Niet een veroordeling. Maar hij beoordeelde hem wel van wat heb je gedaan door een vraagstelling. De Heer Jezus gaat in gesprek. Een veroordeling is geen gesprek. Dat is een heenwijzing. Gaat u maar. Dat is geen gesprek. Dat is geen dialoog. Wat de Heer Jezus doet is dialoog. Twee, onderring, onder 4 ogen. De Heer Jezus is in gesprek door een vraag. En dat vind ik buitengewoon genadig. Dat de Heer Jezus ons ook helemaal serieus neemt. Zoals wij zijn. En dat hij zo met ons aan de slag gaat. Hij kent ons. En hij gaat in dialoog, in gesprek. Dat is die tweede les van wees daarvan bewust en hou je oren en je ogen daar ook voor open als de Heer met je in gesprek gaat. En hoe kan dat gaan? Nou, dat kan zo gaan dat je in een stukje Bijbel aan het lezen bent op een gegeven moment en dat die tekst zo naar je begint toe te komen. Hè? Ja, niet die lettertjes, maar het springt als het ware uit het boek dat het naar je toe komt en dat je denkt van dit gaat ook wel over mij. Nou, dan ben je in gesprek met het woord van God, dan ben je in gesprek met God zelf. De Heere gaat een gesprek aan. Dat is het tweede wat we hiervan kunnen leren. Het derde is, zoals ik al zei, zachte heelmeesters stinkende wonden. De Heere weet hoe dat hij met mensen moet omgaan, want het zijn zijn schepselen. Twee, hij doet dat door een gesprek aan te gaan. En drie, in dat gesprek zitten ook wel de punten die aandacht vragen. En dat heb je nodig. Blijkbaar. Wij hebben dat nodig om meegenomen te worden in die moeilijke dingen, om dat even te zien, te ervaren, te beseffen, want daar zit een lerend effect in voor de toekomst, dat je je valkuilen leert kennen. Petrus leerde hier heel duidelijk zijn valkuil kennen, niet? En ten tweede, hij leert zijn valkuilen kennen, maar ten tweede, de verlossing wordt ook meer ervaren. Als je niet weet waar je van verlost bent, kun je dat dan ervaren? Morgen is het dodenherdenking en dan bevrijdingsdag. Jullie hebben opa's, oma's, vaders, moeders, misschien ook voor een gedeelte thuis ook nog ervaring met de bevrijding, maar ook van de verdrukking van de periode die ervoor lag. De mensen die het hebben meegemaakt, die weten ontzaggelijk goed wat die bevrijding is. Ik zat het in het dagboek van mijn opa te lezen. Die waren op vlucht gegaan vanuit Arnhem. Want ze moesten in 1944 hun huis en haard verlaten. In ene keer te voet met het hele gezin. En dan lees je in dat dagboek die jubeldag toen ze in Friesland waren. 15 of 18 april waren ze bevrijd. Wat een jubeldag, een feestdag. En als ik die woorden lees, dan snap ik, dat moet voor hun heel erg diep hebben gevoeld. Nou, voor ons is die beleving toch anders. Wij doen het met verhalen van anderen.
En dan wordt het toch anders. Hoe zal een volgende generatie er tegen aankijken als we 100 jaar bevrijding vieren? Hoe zal het zijn? Nou snap je een beetje dat het goed is om ook aan te voelen waarvan je bevrijd wordt. Dat is die derde les. Laat de Heere maar de vinger op de gevoelige plek leggen. Laat het maar gebeuren. Nog één voorbeeld bij de tandarts. Ik weet niet of jullie daarvan houden. Maar die tandarts die gaat eerst met zo'n pennetje, met een scherp puntje, en dan gaat hij lopen krassen. En het gebeurt, zo bij tijd en wijle, dat ik dan ineens in die stoel zo doe. Nou, hij weet dan iets. Maar ik weet ook iets trouwens. Dat gaat geld kosten. Maar ik heb daar belang bij. En wat doet de tandarts niet? De tandarts gaat niet met zo'n grote boor erin en zegt, nou laten we die hele handel er maar uitboren en doe maar gelijk een vals gebitje. Nee, dat doet hij niet. Dat is geen goede tandarts. De tandarts gaat eerst kijken. En dat is de mooie van die lerende opgang van de Heer Jezus. Kijken, gevoelige plekjes en dan een behandelplan bespreken in gesprek. Die andere les die er was. Ik blijf even bij die derde les. Het is dus goed dat de Heer de vinger op de gevoelige plek legt. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dan de uitkomst, gelukkig. 4. De Heer is trouw en hij laat niet los wat zijn hand begon. Nou, dat mogen we ook. Ik kom maar even terug bij dat beeld van die leerkracht. Die leerkracht, of het nou groep 3 is of groep 6 of waar dan ook, tot en met hoger onderwijs. Als je een plan hebt met elkaar en je bent daarin onderweg, dan laat je niet los. Een goede leerkracht doet dat niet. Nou, onze heiland, onze verlosser. De schepper van hemel en aarde. Die verschillende momenten in de geschiedenis heeft gehad om te kunnen zeggen, deze aarde, houd er maar mee op. Ik ben er klaar mee. Bij de zondeval had hij het kunnen zeggen. Het volk Israël, meerdere keren, daarvoor bij Noach. Verschillende momenten had hij kunnen zeggen, ik stop. En dan hebben we het over grote dingen, de wereld en heel veel mensen. Maar we zien hier dat de Heere Jezus ook voor één mens, voor Petrus, naar deze wereld is gekomen. Johannes 3, vers 16, verpersoonlijkt voor u en mij. En dat hij dat als het ware aan Petrus laat blijken. Maar hij zegt het ook tegen u en mij, dat hij trouw is. Dat horen we ook elke zondagmorgen. Zijn hand laat niet los wat hij begon. In eeuwigheid niet. Zo naar Petrus, maar zo ook naar ons. Dat betekent dus dat als die vraag, en dan gaan we naar de afsluiting toe, als die vraag naar ons toekomt, heb je me lief, Petrus, Simon, zoon van Jona? Misschien zegt hij ook, geeft hij ons ook een naam waar je niet zo blij van bent. Heb je mij lief, pantoffelheld? Zo zou hij het kunnen vragen. Dat het ook echt een vraag is om in gesprek te raken, een gevoelige plek aan te raken, maar ook zijn trouw en liefde te tonen, want hij geeft volkomen uitkomst. Het woord volkomen uitkomst uit de psalm. Daar staat in het Hebreeuws Yeshua, iets van Jezus. Hè? Volkomen uitkomst. In de Heer Jezus is er volkomen uitkomst. En Petrus, ja, die heeft het nou al vast. Die heeft het nou al begrepen. En nou wij. Dus ter afsluiting die vraag. De Heer Jezus vraagt u, heb je mij waarlijk lief? Besef je dat? Dat hij dat vraagt, dat hij van je houdt en dat hij de vinger op de gevoelige plek legt. Maar dat hij niet loslaat. Wat zijn hand begon, besef je dat. Wees er dankbaar voor. Amen. En dan gaan we met elkaar zingen zo dadelijk. We hebben een lied op toonhoogte. Het staat ook in het gezangenboek. Op toonhoogte 231, vers 1 en 3. Het gaat ook over die Heere die ons lief heeft en dat we bij hem moeten blijven. En dat hij vrucht zal. Oh, ik zit ernaast, zien we dat? Ik zit ernaast, ik moet daar boven kijken. Excuus daarvoor, want ik miste iets. Ik zat even te zoeken, want ik miste het woord liefde. Ik had het lied 286 uitgekozen, op toonhoogte 286, vers 1, 5 en 6. En let even op dat laatste vers ook zeker. Neem ook mijn liefde, Heer, in al zijn gebreken, maar ik leg voor u haar schatten neer. Wilt u het zegenen? Dan zullen wij zo met elkaar 286 zingen vers 1, 5 en 6.
samen danken. We gaan ook voorbeden doen met elkaar. In verband met een bericht van overlijden zou ik u willen vragen, en misschien doet u dat thuis ook wel, om een moment stil te zijn en zo mogelijk op te staan. Want er is een bericht van overlijden. Dat kwam gisteravond laat nog binnen. En het gaat over mevrouw Marina Klink van der Kooi op de leeftijd van 75 jaar. Op woensdagavond 29 april is Marina Klink van der Kooi, dat is een zus van mevrouw Hannie van der Veer van der Kooi, overleden. Na een korte periode van ziekte. Zij is overleden aan alvleesklierkanker. Het verdrietige ervan is dat Hannie en haar man Kees per telefoon afscheid van haar moesten nemen. Dit in verband met het coronavirus. De dankdienst die wordt maandagmiddag gehouden in de Grote Kerk van Maassluis. Maandagmiddag in de Grote Kerk van Maassluis. En wij willen ook voorbeden doen voor de naaste familie en in het bijzonder voor Hannie en Kees. Laten wij een moment ook stil zijn. Mag u weer gaan zitten. En we zullen in de voorbeden ook in bijzonder denken aan de broer van Jetty de Heer, die een maand nu op intensive care ligt in verband met corona. In de gebedsapp is daar volgens mij al meer van bekend, maar zijn toestand is toch wel ernstig verslechterd. Dus laten wij ook aan hem denken. Laten wij samen bidden. Ja, heren, eerst mogen wij komen met de dank. Mogen u danken dat we zo bij elkaar konden komen deze morgen. Mogen u danken voor uw goede zorgen, dat u het zo weer heeft voor elkaar gemaakt. Dat we toch de dienst kunnen beleven nu via de techniek met elkaar verbonden zijn. En dat we met uw techniek die alles te boven gaat, door uw Heilige Geest met u verbonden mogen zijn. En wij danken u daarvoor. Uw trouw en zorg is ook daarin weer zichtbaar. Het zijn toch weer de mooie kanten van techniek, heren, dat we zo met elkaar verbonden kunnen zijn. Wilt u het ook verder zegenen? Ook de luisteraars en de meebelevers, wilt u hen ook zegenen, dat het ook voor hen werkelijk tot zegen mag zijn. Dat er moed en kracht mag zijn voor de week die voor ons ligt. Heren, we willen u bidden of die vraag die op ons afkomt, met Petrus, maar ook met anderen, dat die ons ook diep en diep zal raken. Niet eenmaal, niet driemaal, maar zoveel malen, Heer, zo vaak als we vergeving nodig hebben voor dingen die fout zijn. 70 maal en nog veel meer. Heren, die vraag, wilt u hem vooral ook aan ons blijven stellen? Want wij kunnen niet anders dan ontdekken dat wij leerling blijven. Wij zijn geen meester die het alles onder controle hebben, beheersen en kunnen. Wij kunnen niet in uw plaats staan, maar u stond in die van ons. En daarom mogen wij u ook vragen, Heren, wilt u bij ons blijven komen, iedere keer weer? En dat die vraag ons zo raakt. En dat we te raden gaan bij die liefde, die bron van liefde die in ons is, die wij alleen aan u te danken hebben, dat we het ook zo weten te benoemen. En dat in moeilijke omstandigheden van het leven, dat kan zijn door domme dingen die we hebben gedaan, zoals dat bij Petrus ook het geval was, maar ook in andere omstandigheden, dat we daar weer bij mogen uitkomen. Dat wij mogen leven van uw liefde en dat wij die mogen beamen, want dat is wat er hier gebeurt. Petrus beaamt het eigenlijk, dat u de bron van liefde bent en dat hij die heeft gevonden. In Romeinen 8 lezen we dat ons dan niets kan scheiden van die liefde. Geen machten nog krachten, geen mens, geen corona. Niets kan ons scheiden van uw liefde. En dat geldt voor degenen die u ernstig zoeken. Dus het is ook een ernstig appel. U doet echt een beroep op ons. Om uw liefde serieus te nemen. En dan kunt u ook met ons aan de slag. En wij
mogen dan elk op een eigen manier de schatten van onze liefde bij u neerleggen, dat u ze kunt gebruiken en inzetten in de wereld waarin wij leven. Dat geldt voor de oude mensen, dat geldt voor de jonge mensen, ook de jongsten onder ons. En dat we ook samen met de jongsten, zoals vanmorgen ook Naomi, ook mogen getuigen en belijden dat u machtig bent. We gaan naar hemelvaart toe. En dan, dat is Kroningsdag. Koningsdag en Kroningsdag, dat u in de hemel de almacht zelf, dat u daar zetelt en dat u de aarde regeert. Heer, u help ons om daar naartoe te groeien, dat we daar dan ook een dienaar voor u mogen zijn en dat getuigenis mogen uitdragen. Heer, we willen u bidden voor mensen in deze tijd die het moeilijk hebben of die somber zijn. We bidden u voor zieken, mensen die misschien ook herstellend zijn, ook vanwege corona. Dat mogen we toch hopen, Heer. We bidden u voor hen. Voor mensen die somber zijn door een stukje eenzaamheid wat in deze tijd wordt ervaren. Als de gewone contacten zijn weggevallen, het minder is geworden en anders. En dat er misschien de behoefte is aan die arm om je heen. Maar het kan even niet. Heer, wilt u ook daarin met uw geest nabij zijn? En wilt u vervolmaken wat wij als gemeenteleden met elkaar proberen in onze creativiteit? Heer, wilt u zijn met hen die in deze tijd verdrietige ervaringen hebben te verwerken? Wat er dan nog weer bovenop komt. En dat je er even voor je gevoel alleen voor staat. Zeker ook voor hen die al hebben te lijden en te maken met psychisch lijden. Wat er in deze periode ook door ander type hulpverlening alleen maar lastiger van wordt. Heer, wilt u in uw genade en liefde nabij zijn. En ook hun hart raken. En troosten nabij zijn door uw geest. We bidden voor de thuissituaties, Heren. We zijn dankbaar als het goed mag gaan, als we een weg hebben gevonden in bijvoorbeeld thuisonderwijs of andere activiteiten, bezigheden die we hebben, dat het nuttig kan zijn. Heren, we danken u daarvoor. Maar er zijn ook gezinnen waar het heel moeilijk verloopt. Waar het misschien al niet gemakkelijk was. En dat het nu eigenlijk alleen maar moeilijker is. Dat geldt ook voor huwelijken. Dat als er al ruis op de lijn was en in deze periode misschien hulpverlening eigenlijk gewenst was, dat het niet kan, dan kun je je alleen voelen, misschien ook in je huwelijk. Maar wilt u zich dan bewijzen dat die kracht ook komt van dat drievoudige snoer? En dat u er bent door uw geest. Geef geduld, geef wijsheid en geef geen verkeerde besluiten. Wilt u daarin nabij zijn, Heren? Wilt u zijn met onze jongeren en onze kinderen? Sommigen zeggen wel eens een keer van, nou, op school moet ik bijna weer opnieuw kennis maken. Want er is zoveel weggevallen aan contacten die ze hadden. Heren, wilt u hen zegenen en hen nabij zijn. En ook de hoop en de verwachting levend houden, Heren, dat het ook weer goed komt. Als u dat zo wil, Heren. We bidden u voor het gemeentewerk. Voor de ouderen, de jongsten. Het zoeken van een weg in die anderhalve meter. Ja, en hier in onze gemeente, Heren, hebben we ook onze voorbedenpunten die we heel concreet ook bij u willen brengen. Nu onze zuster Marina Klink van der Kooi is overleden en het was zo'n korte tijd, Heren. En dan is het afscheid al helemaal niet zoals je had gehoopt. En wij bidden u daarin voor Hannie en haar man Kees, dat ze ja, toch troost bij u kunnen vinden in het vertrouwen dat bij u uiteindelijk alle dingen goed zijn. Maar wilt u dan die troost ook brengen? En wilt u ook de naaste familie verder, Heren, zegenen? Zeker ook als straks de dankdienst voor het leven is en de rouwdienst ook op maandagmiddag in Maassluis. Heren, wilt u daarin nabij zijn? Heren, we bidden u voor de broer van meneer de Heer, nu hij op de IC ligt en het niet goed gaat. En zo kijken wij er dan tegenaan. En als het coronavirus die benauwdheid geeft en ja, je kan je ten eerste zo verschrikkelijk ziek voelen. Maar ook alle contact wordt minder. En dan kun je alleen nog maar stamelen, Heren. Mag zijn leven toch ook geborgen zijn in uw hand. En dat op een manier, al zien wij het niet, maar dat uw troostende nabijheid
in en bij hem is. En dat familie eromheen dat ook zo mag ervaren. En we weten niet of er nog herstel zal zijn, Heere, maar wilt u toch alstublieft nabij zijn? Wilt u nog weer genadig zijn? Maar we leggen het in uw hand, Heere. Dan moeten we het niet zelf gaan doen, maar onze vragen en onze wensen brengen wij bij u. En Heere, wilt u zo zijn met iedereen die ziek is? We hebben er net al voor gebeden, Heere, maar het kan soms zo verschrikkelijk benauwd zijn. Wilt u nabij zijn? Heer, we bidden u tot slot nog voor de wereld waar wij in leven, die door het coronavirus ook zo heel anders is geworden en misschien ook wel een beetje anders blijft de komende tijd. Het zou zo mooi zijn als in deze tijd mensen zich ook gaan afvragen wat dat nou toch is, dat een onogelijk klein virus de hele wereld op zijn kop zet. Dat er ergens het besef mag zijn dat we eigenlijk niet veel in de hand hebben. En iedere keer moeten we oplossingen zoeken om ermee om te gaan. Maar de hele wereldgeschiedenis laat zien dat wij de wereld niet in de hand hebben. Heer, mag het toch zo zijn dat mensen daarover nadenken? En ook mensen zoals wij als christenen tegenkomen om over u te spreken. En dat we mogen getuigen van een God die trouw is en nooit loslaat wat zijn hand begon. Heer, wilt u ons daarvoor inzetten midden in deze wereld waarin wij leven? En wilt u ook het diaconale werk van ons zegenen? Zo ook de collectes die we dan niet tijdens de dienst geven, maar misschien anders, Heer. Zoals het concreet werd gezegd, de kerk heeft ook geld nodig. Ja, diaconie, het beheer van de kerk en alles wat erbij hoort, het kost ook wat, Heer, maar wilt u het zegenen? Dat het ook tot dienst van u mag zijn, boven alles. Wilt u het verdere van deze dag ook nabij zijn met ons, Heer? Waar wij ook gaan, waar wij ook staan, hoe het ook met elkaar hebben, wilt u ons zegenen, wilt u zo met ons gaan? Dat vragen wij uit genade alleen. Amen. Dan mogen wij onze slotzang gaan zingen. En ja, dan komen wij nu uit bij het lied waar ik net al bij bleef stilstaan, op toonhoogte 231, vers 1 en 3. Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Vers 1 en 3 van op toonhoogte 231. Zo dadelijk heen gaan, zullen we nog bidden om de zegen van de Heere. En nadien willen wij zingen uit Wilhelmus vers 1 en 6. We hebben Koningsdag achter de rug, Woningsdag. Dit vandaag is onze Woningsdag met een hoofdletter W. We hebben Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, 75 jaar voor de boeg. Het is goed om dit lied ook met elkaar te zingen. Vers 1 en 6 van het Wilhelmus na de zegen.
En zo bidden wij dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle nabijheid van zijn geest met ons blijft. Amen.